Goedemorgen iedereen, het is vandaag zaterdag 16 december en welkom bij een nieuwe Vlogmas. Zoals je kan zien, het zonnetje schijnt echt heerlijk in mijn gezicht. Ik ben eigenlijk al een tijdje op, ben lekker en rustig aan het doen. Maar ik dacht, ik moet nou echt eventjes gaan beginnen met de dag. Dus voordat ik echt ga aankleden en me klaar gaan maken, dan wilde ik natuurlijk eventjes de adventskalenders gaan openen. We hebben hier weer deze van Essence en we gaan op zoek naar nummer 16. En die is hier. Ah, dat is een grote. Oh ja, is het trouwens jullie al opgevallen hoe op zich netjes mijn kalender er nog uitziet? In tegenstelling tot die van Tara. Je moet echt eventjes kijken of je verschil ziet. Want ik had het toevallig gisteren tegen haar erover. Dat die van haar er echt helemaal verrot en gescheurd uitziet. Dus kijk maar eventjes op of het je opvalt. Nu ga ik hem proberen helemaal netjes open te maken. Oeh, dat is altijd heel erg fijn. Vooral als je mij net aan het begin zag, glom ik een beetje. Dan zit de Essence All About Matte Fixing Compact Powder. En deze zijn volgens mij wel heel erg fijn. Deze hebben ook geen kleur, dus dat is ook wel heel erg fijn. Zodat je niet er te bruin uit begint te zien. Hier ben ik heel blij mee. Gaan we door naar de posters. Hebben we hier nummer 16. Oké, ik heb jullie even heel laag neergezet, want ik heb even geen andere plek. Maar hier kan ik even beter de poster laten zien. Oeh, deze is wel cool. Het is een bos bloemen en de hele onderkant is helemaal zwart. Het is best wel duister of zo, maar ik vind hem wel heel erg cool. Zo, dat waren de adventskalenders voor vandaag. En gaan we nu eventjes snel klaarmaken en aankleden, zodat ik echt nog eventjes iets van deze dag kan gaan maken. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag 16 december. En gisteravond heb ik lekker lang met Larissa gechilled. Uiteindelijk ging ze nog vrij laat naar huis. Dat was gewoon super gezellig. En we hadden ook meteen afgesproken dat we vandaag zouden gaan sporten. Dus ik heb op dit moment al mijn sportkleding aan en ik ben even mijn haar aan het borstelen. En ik ga heel even een klein beetje concealer opdoen. Een beetje mascara. Heel klein beetje wenkbrauwpoeder. Jeetje. Zodat ik er niet helemaal overleden uitzie in de sportschool. Maar ik ga niet, uiteraard niet voor een full make-up look. Dus dat ga ik nu heel eventjes doen. En ondertussen is de vlog aan het uploaden. Die heb ik vanmorgen al even geëdit. Ik moest net niezen en nu heb ik dit onder mijn oog. Why? Nou goed, ik ben nu enigszins opgemaakt. Ik ga me nu eventjes haasten, anders kom ik ook nog eens te laat. En ik heb tegen Larissa gezegd dat ik 10:30 bij haar zou zijn. Dus hoop ik het ga redden, anders staat ze er in de kou. De zon schijnt in mijn gezicht en tegelijkertijd regent het best wel hard. Ik weet niet of je het kan zien. Ja, je kan het heel klein beetje zien. Ik ben aangekleed en gemake-upt. Soort van aangekleed, want we gaan weer even sporten. Ik heb in ieder geval hier mijn sporttas klaarstaan. En wat ik ook heb gedaan, ik heb even wat online geshopt voor kerstcadeautjes. Want die stress begint een beetje te komen bij mij. Ik weet niet wat het is met dit jaar. Maar ik heb het gevoel, niet alleen bij mij, dat het veel te snel gaat. En dat ik dit jaar echt niet mijn kerstcadeautjes shoppen op orde heb. En als we de kerstboom bekijken, dan is die ook nog lang niet klaar voor de kerst. Dus ja, ik vind het lastig. Misschien komt het doordat we nu bezig zijn met Vlogmas en dat er heel veel andere dingen nog tussendoor komen. Waardoor we alles even niet op orde hebben. Maar goed, dat gaan we eerst eventjes eruit sporten. En dan hopelijk kan ik gewoon het een en ander gaan doen. En ik heb 3 dingen online besteld. Dus dat is heel erg fijn. Maar ik moet nog best wel veel andere dingetjes shoppen. We zijn inmiddels weer thuis. We hebben gesport. En Tara is nu hier bij mij. Die heeft gewoon hier even lekker gedoucht. En ondertussen is er ook een pakketje met onze Lovies bestelling binnengekomen. Dus leek ons heel erg leuk om eventjes deze te gaan unboxen. En jullie te laten zien wat er dan in zit. We hebben een paar dingen hetzelfde. Ja. Oeh. Als eerste hebben we hier iets met heel veel glittertjes erin. En het is een flared pants. Oh, deze lijkt me echt zo leuk. Hij voelt wel heel erg dun. Hij is een beetje dun. En ik heb het idee dat hij misschien door kan schijnen. Ja, we hebben best wel veel onderkantjes vooral. Ja, ik ben de laatste tijd heel erg into leuke broeken en leuke rokjes en zo. Kijk. Ik wilde namelijk ook heel graag een keertje een rokje. Het is een lakleren rok. Een lakleren broek is dit zo. Hij zit helemaal vast. Heb ik hier nog een glitter topje. Dus ik heb toch nog wel een top uitgekozen. En deze heeft van die rouges zo ervoor. Deze vond ik wel heel leuk te uitzien op model. Dit is ook inderdaad eigenlijk zo'n casual modelletje. Je hebt hem ook in het zwart. Maar ik dacht, nou, ik ga even voor Bordeaux. Dit is een hele mooie kleur, ja. Heb ik hier nog een t-shirtje. Ik vind een t-shirtje van Love is echt super chill. Ja. En deze heeft de Love Crush erop. Oeh, die ziet inderdaad mooi uit. Dit is dus een nep leren broekje tot de enkel. Dus het doet me een beetje denken aan die van de H&M. Maar dan is die rood. Ja. Echt een pantalonstijl. Hij ziet er heel goed uit. Nou, ik heb nu de rode nepleren broek aan. Ik weet het niet zeker. Zo, nou dit is het t-shirtje. Daar kan natuurlijk niet heel veel mis mee gaan. Ik vind hem wel heel erg chill zitten. En ik neem deze dan het liefst in maat M.
En de glitterpants, daar zijn we nu al meteen helemaal fan van. Het is jammer dat het zonnetje nu weggaat. Want hij glittert echt als een gek. Kan je hier ook wel een beetje zien. En ik vind hem echt super lekker zitten. Hij zit zeg maar helemaal strak. Dus mijn billen komen er wel goed in uit. Ik heb nu de lakleren broek aan, zoals je misschien wel kan horen. Oh my god. Ik weet het niet 100% zeker. Hij zit wel lekker wat hoger. Maar hij is niet zo heel strak bij de enkel. En ik voel zeg maar mijn benen tegen elkaar aankomen. Dat voelt niet zo chill. Hij zit wel comfortabel en lekker stretchy. Ik heb het rokje eventjes aangetrokken. En ik heb hem nu best wel hoog gedaan. Dus hij voelt aan de ene kant kort. Aan de andere kant kan het volgens mij wel. Ik zie dat hij bij andere mensen altijd langer is. Hij is kort, maar ik vind het nog wel kunnen. En het fijne is dat hier zo'n extra flapje overheen zit. Dus stel dat je een heel erg food baby hebt en die zie je dan hier, dan doe je deze er gewoon zo overheen. Dan hoeft niemand het te weten. Een extra laag bescherming. En dit is bij mij de glitter flared aan en hij zit inderdaad echt heerlijk. Maar bij Tara zag je al van dat de lengte echt super goed was, dus ik heb hem bij mij echt super hoog gedaan. En hij is natuurlijk veel te lang voor mijn kleine beentjes. Hij is echt te gek. Deze is echt super mooi. Dit is de top. Gewoon chill. Zit hij comfy? Goed bij de schouders? Hij is gewoon comfortabel. Ja, hij zit overal goed. Best wel stretchy, dus dat trekt ook gelukkig niet. Oké, ik heb even een ander shirt aangetrokken, zodat je beter kan zien hoe de broek staat. En ik vind hem eigenlijk wel leuk. Hij doet me gewoon heel erg denken aan die van H&M. Maar dan in het rood. Zeg maar dezelfde fit. En hij heeft zakjes, dus dat is ook wel heel erg chill. En dit is het rode topje. Ik vind deze wel echt heel erg chill. Hij is zeg maar heel, ja, heel casual, omdat hier die lijntjes over de schouders komen. Dus hij is heel lekker wijd. En de kleur vind ik ook echt gewoon super mooi. Dus dit wordt sowieso een van de topjes die ik ga aandoen na een kerstfeestje. Of gewoon op eerste kerstdag, tweede kerstdag. Ik heb hem ook heel eventjes aangetrokken. Maar als ik loop, dan maakt hij wel echt dat geluid. Dus ik vind hem eigenlijk echt super leuk. Maar ook super awkward. Toch? Dat kan toch eigenlijk gewoon niet? Hey, hoe is het? Hi, hi. Welkom, welkom. Hi. Hoi Liz, kom eraan. Ja. Ja. Ik vind hem wel leuk staan eigenlijk. Zal ik even wat schoenen ondergooien? Ja. Ik heb nog een keer eventjes de rode nepleren broek aangedaan. Met mijn vans eronder en mijn favoriete zwarte trui. En ik moet zeggen dat ik hem toch wel wat wat leuker vindt staan. Dus ik denk dat ik deze toch wel wil houden. En Tara zei het net al over die zwarte lakleren broek. Hij is echt gewoon super gaaf. Maar misschien iets meer geschikt voor als je zeg maar hele dunne benen hebt. Maar hij is wel heel erg mooi. En hij zit comfortabel. En hij zit wat hoger. Dus ja, het is het proberen waard. Dat wel. Nou, Tara is zich momenteel even aan het opmaken. En we gaan zo meteen mijn kerstboom versieren. En dat vind ik echt super leuk dat ze me komt helpen. En het is hopelijk ook voor jullie heel erg leuk. Omdat je eindelijk iets hebt van Laris. Eindelijk de kerstboom. Want hij staat er nu inderdaad nog een beetje zielig bij. Maar we gaan dus de slingers erin doen. De ornamentjes. En ik heb dus gisteren ook nog een nieuw ornamentje gekocht. En ik heb wat ballen van Tara mogen lenen. Dus yes, we gaan hem helemaal aankleden. En ik heb heel veel zin in. En we gaan gewoon even deze camera op een statiefje zetten. Dus misschien kunnen we zo'n timelapse ervan maken. Dan kan je ook echt zien hoe die gewoon verandert in een super Christmasboom. Daar is hij. Hij is lekker gekleurd. De piek is ook lekker gekleurd natuurlijk. Hij is zeg maar vol, maar hij is niet te vol. Ik vind hem echt perfect. En hij is lekker glitterig vooral. Zo, ik ben inmiddels alweer een tijdje thuis. En ik ben een beetje op internet aan het zoeken naar kerstcadeautjes. Want het is wel echt tijd om het nu te gaan bestellen. En het is echt meer werk dan ik dacht. Ik had bijvoorbeeld 2 cadeau-ideetjes voor mijn vriend. En alle 2 gingen die niet lukken. Dus nu moet ik een soort van derde optie gaan zoeken. Dat vind ik toch wel, ja, erg moeilijk. Maar het gaat hopelijk wel lukken. Ik ben heel erg benieuwd of jullie ook aan het stressen zijn. Of dat jullie
het echt last minute gaat doen of al lang wat hebben. En hier zit Silly. Hoi Sil. Zullen we eventjes de kalenders gaan openen samen? Of, ik denk dat Silly liever lekker gaat slapen eigenlijk. Oké, ik ga ze er even bij pakken. Zo, ik ben heel eventjes op de grond gaan zitten. Nou, Larissa heeft jullie eigenlijk al laten zien wat er in de SS-kalender zat. Dus ze gaat nu door naar L'Occitane meteen. Ik ga eens eventjes kijken wat er in nummer 16 zit. Hé, dit is mooi. Volgens mij is dit waarom dat hele pakket zo lekker ruikt. Dit is een zeepje met parfum. En hij ziet er zo uit. En hij ruikt echt goddelijk. Echt gewoon naar bloemetjes. Heel erg lekker. Ik weet zeker dat Larissa deze ook heel erg lekker vindt ruiken. Ik zit op dit moment ook een beetje te scrollen door ASOS. Omdat ik dezelfde broek als Larissa wil bestellen. Die zij heeft laten zien in onze, of in haar ASOS shoplog. Als je die nog niet hebt gezien, klik zeker even op het i'tje of in de link in de beschrijving. Want ik heb eigenlijk ook wel heel erg veel zin om te shoppen. Omdat ik gewoon voor mijn gevoel een tijdje al niet echt... Ja, ik heb zeg maar wel steeds nieuwe dingen, maar het zijn allemaal broeken en zo. En ik heb gewoon echt heel erg nieuwe tops nodig. Maar ik vind het gewoon moeilijk om dan iets te vinden. Dus ik zit nu al een tijdje te scrollen. Best wel wat dingetjes in mijn mandje gegooid. Dus wie weet dat ik eindelijk wat dingetjes weet te bestellen. Want deze site zit echt zo vol sowieso. Het is echt gewoon van als je zeg maar niet invult wat je maat is. Wat voor soort top je zoekt. Kleuren, dat soort dingen. Dan is het echt te veel. Dan zie je door de bomen het bos echt niet meer. Dus ik vind het wel een lastige site om doorheen te scrollen. Maar tegelijkertijd ook wel weer heel makkelijk. Omdat ze dus zoveel hebben. Dus aan de ene kant ben ik heel erg dol op online shoppen. Want je hoeft niet helemaal de drukte in. Je laat lekker thuis bezorgen. Maar aan de andere kant vind ik het in de winkel soms net wat overzichtelijker. Je weet meteen of het past als je het past in de winkel en zo. Dus ja, wat heeft jullie voorkeur? Winkelen in een winkel of online shoppen? Ik heb het gewoon... Bij sommige dingen denk ik online. Maar eigenlijk als het gaat om kleding toch wel in de winkel, denk ik. Zo, ik heb inmiddels mijn make-up afgehaald. En ik zit hier eventjes op de bank met Silly. Oh, hij ruikt iets. Ik ben toosjes met Brie aan het eten namelijk ondertussen. En ik ben even Rick en Morty aan het kijken op Netflix. En ik heb zoals je ziet eventjes een thuiszitavondje. Want Larissa en ik gaan morgen shooten voor onze blog. En ik vind het allemaal heel erg fijn om fit te zijn. Niet dat ik tijdens een fotoshoot een beetje... belabberd bijloop of moe. En ik ben al heel erg moe, merk ik. Ik had vanmiddag al dat ik een beetje bijna in slaap viel. En ik raakte ook wat sneller geïrriteerd en dergelijke. Dus ik denk dat ik gewoon even lekker rustig aan moet doen. Want ik heb gewoon veel in mijn hoofd. En ik ben wel heel erg blij dat ik inmiddels best wel veel kerstcadeautjes heb gescoord. Ik heb net echt flink staan zoeken op internet. Dus ik heb er bijna een beetje hoofdpijn van gekregen. Maar ik heb de meeste dingen gevonden die ik wel wilde. Dus dat is echt super fijn. En als het goed is, is dan ook alles voor de kerst nog binnen. Ik heb nog lang niet alles, dat niet. Maar wel een groot deel. Dus dat is al een klein beetje een last van de schouders. Ja, last van de schouders. Het is gewoon heel erg leuk om wel cadeautjes te shoppen. Maar als het steeds... Ja, ik ben gewoon heel erg gewend dat het op een gegeven moment te laat is. En dat ik stress krijg en dat ik dan last minute de stad in moet. En dat wil ik nu voorkomen. Maar ik denk dat het wel gaat lukken. Of niet, Sil? En voor Silly moet ik eigenlijk ook nog wat halen. Misschien even iets lekkers te eten of zo. Dat kan hij wel waarderen. Dus, ik heb mijn fluffy sokken aan. Die zijn super lekker warm. En ik heb hier een beetje Brie met toastjes. En ik heb hier een bakje met zeezoutwater. En volgens mij heb ik het tijdens deze vlog maar nog helemaal niet genoemd. Omdat ik gewoon vergeet te vloggen als ik het aan het doen ben. Maar mocht je je afvragen hoe het gaat met mijn tragespiercing. Die ik afgelopen zomer tijdens de Summer Goals had laten piercen. Hoe het ermee gaat, zeg maar. Nou, het ging echt super goed. Ik had nergens last van. Heel lang. En ik denk dat ik toen de fout maakte door oordopjes in mijn oor te doen. En als je oordopjes indoet en ik heb een tragespiercing, dan duwt het aan de achterkant een beetje tegen die piercing. Ik moet er eigenlijk niet aan zitten nu. Dan duwt het aan de achterkant tegen die piercing aan. En dan kan dat denk ik wel gaan irriteren. Of er kunnen bacteriën inkomen die dan weer via het oordopje inkomen. Dus het was niet zo slim voor mij. Maar het begon te irriteren op een gegeven moment. En dan ging ik daar al wel een zoutbadje voor nemen. Maar op een gegeven moment werd ik ziek een paar dagen. En toen ging die piercing zeg maar echt ontsteken als een malle. Of het was meer echt een vochtblaasje die begon te groeien en te groeien. En het was op een gegeven moment zo erg dat ik echt in paniek raakte. Het leek een beetje op zo'n plaatje op Google. Dat was mijn oor. Want het was gewoon echt een bult. Toen dacht ik, oh my god, ik weet niet wat ik moet doen. Of tenminste, ik wist wel wat ik moest doen. Maar mijn fout was dat ik ook eerst zoutbaadjes nam met gewoon keukenzout. Omdat ik echt de hele tijd het vergat te kopen. En nu heb ik eindelijk zeezout. En ik neem de hele tijd een waterbadje. En het werkt als tierenlier, want die zwelling is echt praktisch weg. Er zit nog wel een beetje zwelling. Maar die gigantische bult is weg. Dus ik heb water gekookt om de
de bacteriën te doden. En dan zit hier zeezout in. En dan ga ik er straks mijn oor in leggen. En het is ook nog eens warm. En dat gaat helpen om mijn oor te reinigen. En te zorgen dat de natuurlijke manier van helen weer goed gaat. Ik doe nu al een tijdje en het gaat echt goed. Dus mocht je ook een piercing hebben en je hebt er ook een bultje op zitten, doe dit. Misschien zou ik er een keertje een uitgebreidere video over kunnen maken. Inclusief foto's. Maar die ga ik je nu niet laten zien. Dat wil je echt niet zien. Hallo iedereen, het is alweer 2:00 PM en ik begin deze keer wat later met de vlog. Omdat dit toch een gecombineerde is met de vlogmas van gisteren. Ja, het is een beetje een ander soort zondag voor mij. Normaal ben ik hier altijd samen met mijn vriend en dan gaan we iets leuks doen. Of we maken er een bankhangdagje van, maar hij komt morgenochtend thuis. Dus ik heb net even het hele appartement even goed gestofzuigd. Dat was er heel erg nodig. En dan is het gewoon een beetje lekker fris en opgeruimd als hij thuis komt. Ik heb wat pakjes ingepakt en ik heb gisteren nog wat spulletjes op onze shopperkast gezet. En ook meteen wat dingen verkocht, dus dat is altijd super leuk. Maar het is een extra andere zondag, omdat Tara en ik straks een shoot hebben met een fotograaf. Nou, zoals je misschien wel weet, doen Tara en ik eigenlijk al onze dingen zelf. Onze video's, onze foto's. Alles wat erbij hoort, doen we allemaal zelf. Maar voor het eerst, volgens mij is dit, hebben wij nu een fotograaf die van ons foto's gaat maken. Want dat is voor ons net iets leuker, omdat we dan ook foto's meer met z'n tweeën kunnen doen. Anders moet je werken met een statief en een afstandsbediening. En dat is best wel een gedoe. En vooral op een zondag, misschien een beetje koud, veel mensen. We dachten, we gaan gewoon een keer shooten met een fotograaf. En ik ben er heel erg benieuwd naar hoe het eruit komt te zien. Uiteraard gaan jullie dat allemaal nog zien. En dat is over 1,5 uur. En het is ook tijd om nog eventjes de adventkalenders erbij te gaan pakken. Nummer 17 vind ik hier. En dat is een handcreme. Het is de Super Rich en Super Soft Hand Cream with Shea Butter. En de naam van deze die heet 01 Fluffy Huggy. En dat vind ik echt super schattig klinken. En nu is het tijd voor nummer 17 van de poster. En dat is ook weer zo'n super leuke afbeelding van een diertje. En girafjes vind ik altijd echt super schattig. Dus dat is hem voor vandaag. Oh, en volgens mij heb ik het gisteren nog niet laten zien aan jullie. Maar gisteravond heb ik nog met Tara deze snoer met lampjes hier opgehangen. En die gaat helemaal door tot daar. En dit is zeg maar dat snoer dat eerst boven mijn witte kast hing. En op deze muur, dus bij de eettafel, heb ik deze sterretjes slinger opgehangen. Ik twijfel alleen een beetje of ik het niet een beetje random en loos vind om hem hier te hebben. Ik had iets van, ik hang hem gewoon alvast op en dan kijk ik er later wel eventjes naar. Maar ik vind deze sterretjes wel echt nog steeds zo ontzettend cool. Moet je kijken. Ik heb mijn tas. Ik heb nog een tas. En mijn outfit. Maar die zal ik eventjes laten zien. Dit is de outfit van vandaag. Nou oké, ik heb nog dingen eronder zitten. Maar ik moet eigenlijk even zo de deur uit. Dus ik heb geen zin om hem weer uit te doen. Ik heb mijn muts op van Comcat Fashion. Jas van COS. Deze is vrij nieuw. Ik ben echt super blij mee. Sjaal is van H&M of ASOS denk ik. Broek van ASOS. Deze schoentjes zijn van Toral. Maar ik vind ze gewoon heel erg leuk staan. En perfect denk ik wel voor de fotoshoot. Omdat ze wat opvallender zijn. Maar ik ben klaar. Een beetje zenuwachtig. Tara eigenlijk ook, zei ze. Want ja, we doen natuurlijk, zoals ik al zei, altijd alles zelf. En we kennen elkaar natuurlijk door en door. En dat iemand anders het nu gaat fotograferen voor je, is dat toch wel spannend. Want dan, ja, hoe kom je eruit te zien? En ja, nou ja, in ieder geval, wordt wel helemaal vast helemaal leuk. Want we hebben echt een geweldige fotograaf. Was precies waar we naar op zoek waren. Maar ja, het is altijd wel spannend als je iets nieuws gaat doen, denk ik. Maar goed, ik moet even mijn handschoenen vinden en dan ga ik gelijk de deur uit. Misschien dat ik nog een beetje wat onderweg, als we aan het shooten zijn, kan vloggen. Maar zal dat... Mocht dat niet gebeuren, dan is dat gewoon omdat we gewoon lekker bezig waren en dergelijke. Het resultaat zullen we sowieso delen op onze blog en op onze Instagram-account. Dus we gaan het zien. Nou, ik ga er vandoor. Hallo, het is weer even wat later zoals je ook kan zien. En het is inderdaad niet meer gelukt om tijdens het shooten ook nog eventjes te vloggen. Want het is gewoon koud en we zijn eigenlijk gewoon druk bezig. En... maar we zijn klaar met shooten. En we moesten eventjes opwarmen, dus we zitten nu even bij Stan & Co. En ik heb het natuurlijk over mij en Tara. Nou, ik ben er ook nog jongens. Ik ben echt compleet vergeten te vloggen eigenlijk vanmorgen. Maar ja, we zijn een beetje bevroren, dus we gaan nu eventjes lekker opwarmen. En we hebben frituur besteld. Lekker opgezond. En ik heb een rode wijn. Om het op te warmen. Onze drankjes zijn gekomen. Ik heb een gemberthee met lekker... zit ook nog citroen en... sinaasappel en rozemarijn in. Lekker. Tara heeft een rood wijntje.
En dit is onze frituur. Het ziet er echt super goed uit. Bitterballen, garnalen volgens mij. Kaasstengels. Oh, kaasstengels. En de chili wedges zijn het. Nom nom nom. Oh ja, en kijk dan. Een mini Oreo heb ik erbij gekregen. Ik had hem niet eens gezien, zo mini was die. Maar Tara die wees me erop. Echt super schattig. Oké, doei. Zo, nou ik ben inmiddels weer thuis. Ik had het echt super koud net op de fiets. Maar ik zit nu weer lekker thuis warm in een fluffy trui. En ik heb mijn joggingbroek aangetrokken, want dat vind ik lekker comfortabel. En ik heb hier een lekkere bord met, een heel groot bord met eten zelfs. Ik heb veel te veel opgeschept eigenlijk. Dus ik ga heel eventjes eten. En wie hebben we hier? Het is Sylvester. Hallo. Jij hebt al gegeten, hè? Nou, ik ben alweer thuis, maar ik moest echt eventjes gewoon flink goed op de bank neerploffen. Eventjes de tv aan, eventjes een serietje kijken, want ik was zo moe en nog koud van buiten. En ja, daar had ik echt eventjes behoefte aan. Maar het is inmiddels echt al 9:15, dus het is een beetje laat. Maar ik heb toch nog besloten om avondeten te maken, omdat ik anders misschien later vanavond echt super honger krijg. Omdat ik natuurlijk nog niet echt had gegeten, we hadden alleen die snackjes genomen. En dit is mijn avondeten van vanavond. Het is kip tandoori en ik heb zelf nog even wat spijsbonen toegevoegd, omdat ik heel veel zin in. En ik ga denk ik nu eventjes deze vlogmas kijken of een serie op Netflix. En even lekker de beentjes omhoog. Zo, het is tijd om ook nog eventjes de adventskalenders te openen. Want dat had ik nog niet gedaan. En ik ben wel heel erg benieuwd wat erin zit. Ik begin met de kalender van Essence. Oh, dit is een handcreme. Het is best wel een groot product ook. En hij ziet er echt super schattig uit. Met een pinguïn erop. Dus dat is echt super chill. En ik ga heel even kijken in die van Occitane. Hey. Dit is ook weer een douchegel, maar volgens mij is het een hele lekkere met lavendel. Ik herken namelijk het labeltje. Dat is deze. Het is ook de relaxing. Ja, dat is hem. Deze is echt super lekker. Kerstcadeautjes. Laat me eventjes weten of jij al kerstcadeautjes hebt gekocht. Of misschien doe je eigenlijk wel niet aan kerstcadeautjes. Laat me eventjes weten wat jouw deal is op het gebied van kerstcadeautjes in deze tijd. Ben je op tijd? Ben je te laat? Doe je helemaal niet aan kerstcadeautjes? Laat me eventjes weten in de comments. Zo, daar ben ik weer. Ik heb mijn make-up afgehaald zoals je ziet. En ben ook best wel moe geworden. Ik moet zeggen dat het vloggen ging me heel erg goed al heel lang. Maar de afgelopen, nou eigenlijk 2 dagen, merk ik toch dat ik al heel erg moe ben. Ook omdat wij behind the scenes nog best wel veel dingen moeten doen, afronden. En morgen moeten we ook weer echt flink aan de slag. Dus ik ga vanavond wel gewoon op tijd naar bed, zodat ik echt eventjes heel vroeg op kan staan en heel goed kan knallen. En hopelijk daarna, of misschien nog een dag later, hebben we echt lekker veel tijd om echt leuke dingetjes te doen. Dus dan voelt het ook eventjes als kerstvakantie. Maar we moeten gewoon heel veel dingetjes afronden. En daar ben ik gewoon een beetje moe van. Daar ben ik de hele tijd mee bezig. Ik krijg hoofdpijn van. Dus ik heb vandaag ook, afgelopen 2 dagen, echt niet veel gevlogd. Omdat ik gewoon alleen maar achter mijn computer zit. En dat vind ik dan toch wel weer jammer. Maar er is eventjes niks aan te doen op dit moment. Ik hoop dat jullie in ieder geval het wel leuk vonden om te kijken weer. Nou, ik spreek jullie morgen weer. Doei! Zie jullie morgen weer.